Leuk dat je kijkt naar nou, weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, waar ik in deze video wil gaan kijken naar mijn zeven vormen van inkomen. En dat zijn dan vooral de passieve inkomens waar ik naar wil kijken. En een passief inkomen is eigenlijk een manier van inkomen dat je geld verdient... zonder dat je daar tijd of al te veel tijd aan moet besteden. Denk bijvoorbeeld aan een actief inkomen. Dat is jouw inkomen uit salaris, uit loondienst bijvoorbeeld. In principe krijg je daar een uurloon. Op basis van het aantal uur dat je werkt ontvang je een bepaald salaris iedere maand. En je moet dus eigenlijk aanwezig zijn om dat salaris te verdienen. Kijken naar een passief inkomen, dan kan het zo zijn dat je of eenmalig werk doet... En vervolgens daar jarenlang geld mee verdient. Denk bijvoorbeeld aan een boek schrijven of een e-boek schrijven. Of ik vind het ook wel een beetje zo dat in ieder geval de verhouding tussen de tijd die je erin steekt en het geld dat je verdient, dat die ja, heel erg positief is. Veel positiever is dan bij een uurloon. Maar daar zal ik straks even nog wel wat voorbeelden van geven. En ik hoop in ieder geval met deze video jou te inspireren om te werken aan meerdere vormen van inkomen. Aan de ene kant natuurlijk dat je misschien vanuit je hobby. Je werk kunt maken dat je eigenlijk geld gaat verdienen met je hobby, maar in ieder geval zeker ook om te zorgen dat je niet langer afhankelijk bent van één en dan vooral ook één actief inkomen. En dan wil ik deze video beginnen met een vorm van inkomen die niet passief is. Hij is juist passief en ik heb hem straks ook al even genoemd in de intro en dat is salaris uit loondienst. En nou klinkt het misschien heel raar om in een video over inkomens en vooral passieve inkomens toch te praten over een actief inkomen. Maar dat heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste is het gewoon een heel goede basis als je een actief inkomen hebt. En ten tweede zorgt het er ook voor, of zul je gaan merken, zo moet ik het zeggen, dat je het ook vaak heel goed kunt combineren. Zelf ben ik bijvoorbeeld begonnen als ondernemer, eigenlijk al vanaf mijn achttiende ben ik al zelfstandig ondernemer. Ik ben daar fulltime mee bezig gegaan. Toen ik klaar was met mijn studie. Dit heb ik gedaan tot 2018. Eind 2018, toen heb ik besloten om mijn winkel te sluiten. Um, ik was altijd in de winkel bezig, 50, 60 uur in de week. En dat, ja, dat wilde ik eigenlijk niet langer. Ik wilde iets meer regelmaat, iets meer vrijheid ook, om uiteindelijk ook iets op te bouwen. Dus vanaf 2019 en 2020 heb ik uiteindelijk in loondienst gewerkt, dus twee jaar. En sinds 2021 ben ik trouwens weer ZZP'er geworden. Ben ik fulltime bezig met dit YouTube kanaal. Maar dit YouTube kanaal ben ik begonnen in 2017. Dus in een tijd dat ik nog zelfstandig ondernemer was. Dat ik 50, 60 uur in de week werkte. Maar toch vond ik daar de tijd om daar in die vrije uren die ik had om daar toch aan iets te bouwen, aan iets op te zetten. Nou, dat was een passief inkomen. In 2018, 2019 is dat gegroeid, vooral ook in 2020 gegroeid tijdens corona. Heel veel mensen die zijn gaan beleggen. Uh, maar ik had in ieder geval al iets opgebouwd in die tijd en al die kleine beetjes die ik iedere week, iedere maand eraan besteedde... die zorgden uiteindelijk jaren later voor dat ik wel iets had opgebouwd en waar ik uiteindelijk ook van kon leven op dat moment. Maar wat ik hier dan eigenlijk mee wil zeggen is dat juist een actief inkomen dus heel belangrijk is en dat het goed te combineren Valt, maak gebruik van dat actieve inkomen. Dan heb je een basis. Je weet dat je elke maand geld binnenkomt. Die zekerheid heb je. Maar pak dan een gedeelte van je vrije tijd. Investeer die tijd die je hebt om iets op te bouwen, kennis op te doen of iets op te bouwen. Zodat je juist over een paar jaar. Het zal best wel een tijdje duren voordat er eenmaal geld binnenkomt. Maar als er eenmaal geld binnenkomt, dan zie je de potentie. Kun je het misschien wel opschalen en na een paar jaar misschien wel helemaal overstappen naar dat passieve inkomen. En laten we dan gaan kijken naar de volgende vorm van mijn inkomen. Een passief inkomen. En dat zijn advertenties. En dan vooral eigenlijk de advertenties hier op YouTube. YouTube, uh, misschien heb je deze video, ben je aan het kijken. Heb je al een advertentie tegengekomen tijdens het kijken van deze video? Voordat je deze video begon met kijken, dat er een advertentie komt. En het is zo dat je als YouTube-creator, dat je uh, een gedeelte van die opbrengsten van die advertenties krijgt. Ik geloof dat het 45% is van wat YouTube uiteindelijk, wat Google ontvangt. Die wordt met... Jou ja, dat deel is dan voor jou, dus daar kun je geld mee verdienen. Het is redelijk passief. Het is natuurlijk wel zo dat je content moet maken, maar of je content nou duizend keer wil bekijken, bekeken of tienduizend keer, ja, het werk zit er al in, maar dat zorgt er wel voor dat je ook bij tienduizend views, bij honderdduizend views, wel meer kunt gaan verdienen. En het is ook wel zo dat de meest recente video's die worden vaak het meest bekeken in de laatste 24 of 48 uur, maar al die oude video's worden vaak ook nog wel af en toe bekeken en al die views bij elkaar van al die video's die je eerder hebt gemaakt zorgt er ook gewoon voor dat een groot gedeelte van je inkomen dus niet alleen uit nieuwe video's bestaat, maar ook uit oude video's dus eigenlijk werk dat je misschien ooit wel jaren geleden heb ik een video gemaakt en dat verdien ik nu nog steeds. Een heel klein beetje geld per dag mee. Maar van al die video's samen. Is dat ooit nog best wel een leuk bedrag. En het is dan niet genoeg om van te leven. Zeker ook niet op dit moment. Op dit moment zijn beurskoersen hard onderuit gegaan. Is crypto hard onderuit gegaan. Vinden heel veel mensen dus niet interessant om te gaan beleggen. Of bezig te zijn met beleggen. Worden mijn video's dus ook gewoon minder bekeken. Het aantal views gaat omlaag. Dus ook de advertentieinkomsten voor mij gaan omlaag. Maar het is ook niet zozeer dat dit de belangrijkste vorm is. Het is natuurlijk ook. Ik ben hier het meeste mee bezig. Ik ben daar de meeste tijd aan kwijt, maar het zorgt er ook wel voor dat via YouTube mensen kennis maken met een passief inkomen. Misschien naar een website van mij gaan, misschien naar een affiliate link van mij klikken. En op die manier dat ik ook op andere manieren eigenlijk toch geld verdien indirect aan YouTube. Je hebt ook YouTubers die zeggen van ja, ik verdien helemaal niet veel aan YouTube zelf. Maar die vergeten dan, vergeten dan te vertellen dat eigenlijk YouTube wel heel belangrijk is dat ze ook op andere manieren geld verdienen. En ik zou natuurlijk ook advertenties kunnen tonen op mijn website, zeker bij de blogs die ik uh, regelmatig post. Maar dat heb ik niet voor gekozen omdat ik een bepaalde beleving wil geven aan mijn blog. Rustig, een rustig, ja, rustige omgeving eigenlijk wil geven. Ik heb het ook niet zozeer per se nodig. Het zou wel kunnen, dan spreek je over display ads. Maar ik kies er juist voor om nu, om mensen dan naar mijn website te krijgen. Dat ze vanuit daar misschien naar mijn eigen producten of via affiliate links. Dat ze op die manier toch een vorm van inkomen voor mij zorgen. Kijken we dan naar een derde vorm, dan zijn dat de eigen producten. Je kunt denken aan fysieke producten, maar ook zeker digitale producten. En ik heb dan een digitaal product waarbij ik eigenlijk mijn kennis, mijn ervaring deel in de vorm van een training, een cursus. En dat is de beleggers training, die heb ik in 2020 gemaakt samen met Tim van een langzaam rijker. Hebben eigenlijk, we merkten dat heel veel mensen vragen hadden over ja, hoe je als beginner ging beginnen met beleggen. Al die vragen hebben we eigenlijk gecombineerd, antwoord op gegeven. Dat is een cursus, een digitale, een online cursus geworden. Van meer dan 60 video's, meer dan 5 uur beeldmateriaal kun je eigenlijk. Heel veel of bijna alle informatie vinden die jij nodig hebt om toch in ieder geval met vertrouwen te beginnen. Je eerste stappen te maken met uh, beleggen. En dat heeft toen heel veel tijd gekost om dat voor te bereiden, op te nemen, te monteren. Noem het op, heel veel tijd en energie ingestoken. Maar als dat eenmaal klaar is, sinds die tijd hebben we eigenlijk niet meer heel veel veranderd of toegevoegd aan die cursus. Dus uh, vooraf kost het heel veel tijd. Nu verkopen we nog regelmatig cursussen en dat is eigenlijk een soort van passief inkomen dat we er nu niet actief mee bezig zijn om dat geld toch te verdienen. En ik zou dit nog wel willen uitbreiden. Aan de ene kant natuurlijk de training, maar ook een nieuwe een ander product erbij. Denk bijvoorbeeld aan een boek of een e-book zou ik wel willen schrijven. Dan kan ik eigenlijk mijn verhaal vertellen, mijn ervaring vertellen op een andere manier, andere mensen bereiken dan via deze YouTube filmpjes, dan via die training. Maar dat is iets wat ik al langer van plan ben, maar ook heel veel tijd kost. Um, wat ik dus ja, nog steeds op de lange baan schrijf. Maar dit zou dus ook een andere vorm kunnen zijn die ik eventueel in de toekomst nog wil gaan uittesten. Kijken we dan naar de vierde vorm: dat zijn dat eigen diensten. En het lijkt een beetje op eigen producten, maar dat is toch net iets anders. Want bij eigen producten heb je eigenlijk te maken met een eenmalige verkoop. Iemand koopt bijvoorbeeld eenmalig een boek, koopt eenmalig de beleggers training en daarmee heb je al die informatie, krijg je... en dit is een eenmalige betaling dus ook... terwijl juist bij eigen diensten is dat een abonnementsvorm... dat kan per maand zijn, dat kan per jaar zijn... maar als ik eenmaal een klant binnenhaal... dan kan het zo zijn dat ik ja, telkens opnieuw eigenlijk die klant een abonnement verkoop... die verlengt het misschien maandelijks, die verlengt het misschien jaarlijks... maar ik hoef hem maar één keer binnen te halen om toch vaker geld te verdienen aan een klant... en met deze eigen dienst, een soort van service, geef ik ook een service aan de klant... Uh, als je een lidmaatschap afneemt, dan kun je uh, onbeperkt gebruik maken van de informatie die de website verschaft, van de tools. Dus op die manier kun je aandelen ten eerste ontdekken, je kunt ze onderzoeken, je kunt ze analyseren, je kunt een eigen waardering maken. En natuurlijk als dat een bepaalde waarde biedt aan die klant, dan zal het ook voor zorgen dat die telkens uh, opnieuw het abonnement blijft behouden. En dat geeft dus ook eigenlijk, dat is wel interessant aan het abonnementsmodel. Dan kun je redelijk van uitgaan van een redelijk voorspelbare omzet. Zo kun je het eigenlijk zeggen. Het is altijd maar de vraag bij een product. of je dat eenmalig verkoopt. Of je dan nieuwe mensen kunt vinden. Maar bij een abonnementsmodel is het wel redelijk goed te voorspellen. Of iemand langere tijd al lid zal blijven. En dan kun je dus ook zeggen dat misschien de omzet over zoveel maanden of zoveel jaar op een bepaald bedrag uitkomt. Ook van eigen diensten zou ik in de toekomst nog wel uh, wat willen uitbreiden. Extra services erbij kunnen doen. Bijvoorbeeld aan een exclusieve community. Een community waarbij je nog extra content krijgt waar ik veel uh, dan actief zelf ook zal zijn veel vragen direct kan beantwoorden maar dit is iets wat ik nu nog niet heb gedaan en dat heeft eigenlijk twee redenen ten eerste vind ik dan ook dat je in een exclusieve community en zeker een community waarvoor mensen betalen moet je gewoon zorgen dat je zelf ook veel actief bent dat is op zich niet zo'n probleem maar in een kanaal wat passief inkomen is dat dat wil ik passief maken dan ga ik met een community dus eigenlijk een verplichting aan dat ik eigenlijk vind ik in ieder geval dagelijks dat er zeker wel wat tijd in moet steken. Dus dat is nog niet iets wat ik op dit moment al wil doen. En een tweede belangrijke reden is dat als ik het ga doen dat ik het ook echt goed wil gaan doen. Zeker omdat mensen daar ook weer voor gaan betalen. Wil je gewoon zorgen dat je echt iets te bieden hebt dat mensen waar krijgen voor hun geld. En ik heb op dit moment in ieder geval nog niet voor ogen hoe ik een. Dat nu ook in mijn huidige schema uh, die mensen die waarde zou kunnen geven. En je ziet tegenwoordig overal communities over allerhande onderwerpen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt tegen communities. En vooral dan ook tegen betaalde communities. Wat zijn jouw ervaringen misschien ermee? Of wat zijn jouw verwachtingen van een betaalde community? En laat dat ook vooral weten in de reacties onder de video. Gaan we dan door naar de vijfde vorm en dat is affiliate marketing en affiliate marketing is eigenlijk dat jij een vergoeding krijgt. Dat kan een vast bedrag zijn, dat kan een commissie zijn, een percentage zijn op een product of dienst die jij aanraadt en dus eigenlijk ook verkoopt. Het uiteindelijk dit kan bijvoorbeeld producten zijn via bol.com, via Amazon, maar ook bijvoorbeeld brokers diensten dus zoals de Giro of Bugs. Kijk je mijn video's vaker, dan herken je het wel. Zoals wil je beginnen met beleggen, kijk dan naar de Giro of naar Bugs... Beide brokers hebben op dit moment ook een actie voor nieuwe klanten. Maak gebruik van de links onder de video. Zo krijg ik een kleine vergoeding en kan jij gebruik maken van hun acties als je een account opent. En zoals gezegd, als mensen dan gebruik maken van die links ook onder deze video, dan krijg ik daar een klein, kleine vergoeding voor. Dat kan een vast bedrag zijn of een percentage. Maar in ieder geval, ik vind het wel belangrijk dat uh, bij affiliate marketing is het heel belangrijk, vind ik, dat je dan ook echt producten promoot of diensten promoot. Uh, waar je eigenlijk of zelf gebruik van maakt, of gebruik van hebt gemaakt, of in ieder geval zeker weet dat jouw doelgroep die jij bereikt, daar ook zeker voordeel uit heeft bij die producten. En wat je dus zeker niet moet doen, is dat je producten of diensten gaat promoten puur vanwege het geld. Producten die je niet gebruikt, omdat uiteindelijk jouw doelgroep, zeker na een tijdje, zullen kijkers volgens dat in de gaten gaan krijgen, dat je daar niet eerlijk over bent. En ik denk op de lange termijn dat het gewoon het beste is. Om eerlijk te zijn, om echt die dingen te promoten waar je echt in gelooft. En ik denk dat daar een kijker ook zeker wel onderscheid in kan maken. Kijken we naar een zesde vorm, dat is dat sponsoring. En sponsoring is dan juist wel totaal anders dan affiliate marketing. In beide vormen promote je eigenlijk een product, maar bij affiliate marketing kies je daar meer zelf voor. Terwijl bij promotie of sponsoring je eigenlijk betaald wordt om bepaalde dingen te zeggen over een product. Een product. Onder de aandacht te brengen, te promoten misschien ook wel. En zelf heb ik dat tot nu toe twee keer gedaan. Eén keer met ABN en de andere keer is met CoinMerse. Uh, ABN was een eenmalige samenwerking. Dat was voor mij ook nieuw. Dat is ook een van de redenen waarom ik het heb gedaan. Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar ook een van de dingen die ik heb geleerd is dat het ooit heel interessant lijkt op de korte termijn, maar op de lange termijn niet altijd interessant is. Uh, vooral omdat ik het toen denk ik ook niet helemaal zelf goed heb aangepakt. Uh, daar heb ik zeker van geleerd, maar het kost ook heel veel tijd om... Al van tevoren vind ik het belangrijk om dan zelf mijn teksten te maken. Dat ik zelf vertel in mijn eigen woorden. Dat, uh, dat moet dan gecontroleerd worden, noem het maar op. Het gaat een paar keer op en neer. Het kost best wel relatief veel tijd. Uiteindelijk had ik het ook niet zo gedaan. Niet goed gedaan, vond ik. Uh, ik had eigenlijk een te lang verhaal gemaakt, omdat ik toch altijd... Ja, ik maak vaak wat langere video's omdat ik dingen graag goed uitgelegd wil hebben. Ook in dat geval. Dus dat werd dan weer iets minder ontvangen door de kijkers. Dus oké, okay, dat is dan jammer dat het mis is gegaan. Of in ieder geval niet optimaal is gegaan. Maar daar leer ik van. De andere vorm is Coimmers. Dat gaat denk ik beter. Dat zijn producten die ik zelf ge uh, gebruik. Iedere maand maak ik een video over crypto. En die wordt dan mede mogelijk gemaakt in samenwerking met CoinMerse. En bij CoinMerse is het dus zo dat ik, ik maak al gebruik van hun dienst. Ik denk dat het heel interessant is omdat ze juist een breed aanbod hebben van verschillende coins. Dat je juist ook kunt investeren in altcoins. Dat maakt CoinMerse interessant. En dat hou ik nu al een tijdje vol. Vind ik ook interessanter. Maar het is wel zo dat ik ook vind. En ik krijg dagelijks, zeker wekelijks, maar bijna dagelijks eigenlijk wel uh, aanvragen voor samenwerkingen, vooral ook richting crypto. Zou ik heel veel geld mee kunnen verdienen, maar dat wil ik niet ten eerste, omdat ik dan op de korte termijn wil kijken, terwijl ik het juist heel belangrijk vind om op de lange termijn te gaan kijken. Ook met sponsoring vind ik dat dat ik eigenlijk als ik een samenwerking aan zou gaan, vooral een samenwerking zou willen voor de lange termijn, en ik het eigenlijk ook vaak niet doe juist omdat ik uh, onafhankelijk wil zijn of onpartijdig ook wil kunnen zijn, dat dat heel belangrijk is, zeker bij onderwerpen financiële onderwerpen die ik behandel, dan is gewoon eerlijkheid. Uh, zeker op de lange termijn, is dan het waardevolste voor mij. En dan komen we aan bij het laatste onderdeel, de laatste vorm. En dat zijn investeringen, want natuurlijk dit kanaal gaat uiteindelijk over beleggen onder andere. Tenminste, de, de laatste tijd gaat het heel veel over beleggen. En ook het geld dat ik heb verdiend, het geld dat ik dan uiteindelijk ook overhoud, dat beleg ik ook zeker om iets op te bouwen voor de lange termijn. Dus je kunt zeker ook zeggen dat investeringen voor mij een vorm van passief inkomen zijn. Aan de ene kant is dat vanwege de waardestijgingen van aandelen die ik bezit, dat is dan misschien nog wel ongerealiseerde winst, maar ik zou het kunnen verzilveren. En dan heb ik eigenlijk in de tussentijd niets gedaan, behalve het aandeel vasthouden. En heb ik, als het goed is, in ieder geval een winst gemaakt. Aan de andere kant kun je ook zeker denken aan dividend. Het is niet iets waar ik mijn focus op richt, dat ik dan specifiek voor dividendaandelen ga. Maar sommige aandelen die ik heb, keren wel een dividend uit. En dat is gewoon natuurlijk wel heel leuk. Om dat te ontvangen, want dat is nou echt een vorm van passief inkomen. En in de toekomst hoop ik ook in vastgoed te kunnen gaan investeren. Dat heb ik nu natuurlijk al gedaan via aandelen zoals Prologis of via Adifica. Maar ik bedoel dan echt fysiek vastgoed zelf ook kopen. Een appartementengebouw. Een garagebox, misschien een vakantiehuisje en dat dan vervolgens in de verhuur doen. Daar maandelijks een bedrag op te verdienen. En wat het zeker interessant maakt is dat uh, dat tegen 0% belast uh, wordt. Dus dat is ook zeker interessant. Maar dat is dus zoals gezegd nog iets voor de toekomst. Maar dit zijn dus mijn vormen van inkomen van actief tot passief, maar ook zeker mijn plannen voor de toekomst. Maar laat ook vooral weten hoe jij denkt over passief inkomen, wat jouw plannen zijn, wat jouw ervaringen zijn. En laat dat weten via de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.